Er was een hinder die de sprong aandurft op het eerste stuk en daarmee blijft aanslaan naar de derde positie. En die is Van Volk moet dat zien bij Wimbox zijn, denk ik. En Sigmund Wimbox zit hier op de vierde plek zien. Dat is Maarden op 3. En dat is de 2-0-7. Dat is IJs Adriaans ook de hele dag al sterk. Het wordt een spannend van 3, 4 en 5. Wie gaat het zijn? Wie gaat het worden? Kan het voorbij zijn hier langs de eindtrek. Daar gaat daar Wimbox nog voor in de laatste bocht. En gaat hij zich plaatsen voor de finale?